Het is de derde keer, we zijn er gewend dat dat ding in brand staat. Maar liever niet meer. Hij meldt en dan kom ik naar buiten en dan stond alles al in de fik. De hond was aan het blaffen? Ja, die begint te blaffen. Dat is mijn waakhondje. Wiep. Waar heeft u geslapen vannacht? Bij kennissen in de trouwlaan. Maar dan mocht ik vannacht slapen, maar vanavond niet meer. Ik dacht dat ik vanavond hier weer kon slapen, maar dat is niet. Ik mag er niet in. En dan? Nou, dan ik zit op de telefoon te wachten waar ze me onderbrengen, in een hotel of in het huis. Dat zal wel zien. Ik heb twee jonge katten. Ze zijn 17 weken, nog erg jong. Dus was ook wel even mijn hart vasthouden van hoe gaat het daarmee? Nou, ik zat toevallig binnen naar de wedstrijd te kijken van Willem II PEC Zwolle. En in één keer hoor ik de deur bij mij opengooien. En dat was de politie. Ik moest er meteen uit. Tot over maat van Ramde kregen nog te horen dat ze net hadden gescoord. Dus ja, dat had ik ook alweer niet gezien. En ik mocht ook, het was niet verstandig om, dus om terug te gaan. Maar ja, dan komen de kinderen. Hè. Nou, hè, die komen, oh pa, hè. Je gaat hier niet meer terug. Dus ik moest dan dus met alle geweld mee. Met mijn oudste dochter heb ik vannacht bij haar geslapen. En vanmorgen heeft ze weer mij hier afgezet. En de lucht die hangt er dus nog steeds. Ik moest vannacht ook inderdaad, op het laatste moment kreeg ik te horen dat ik niet terug mocht. En onderdak gekregen bij mijn zoon. En daar zal ik de komende dagen nog moeten vertoeven, omdat eerst de woning CO vrijgemaakt moet worden, dus koolmonoxide vrij. En vervolgens moet die ook helemaal gereinigd worden, omdat overal roet zit. En je ziet het bijna niet, zo fijn is het, maar als je met je vingers eroverheen gaat, dan is het zwart. Oh.